bij Igmar. Afgelopen jaar, dat ging niet aan je voorbij voordat je, zonder dat je deze namen voorbij hebt horen komen. Jonah Fraser die brak door met Do or Die samen met Broederliefde. Hij bracht deze maand zijn EP uit en kwam daarmee direct binnen in de album top 100 op nummer 1. En de ander, Frenna, is ook onwijs lekker bezig. Hij brengt maandag een nieuw album uit. Daarom hier in de studio mag ik een groot applaus voor Jonah Fraser en Frenna. Yo! Thank you. Welkom. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Hey, ik ga gelijk met de open deur in huis vallen. Hoe is het om één van de populairste artiesten van Nederland te zijn? Zo. Wat? Dat is echt een vraag. Ja, is wel een blessing. Ja. Dat is wel goed. Sowieso. Ja, drinkt het een beetje tot jullie door? Ja, drink zeker tot me door. Want nu gewoon als ik met mij privé. Als ik dagelijks gewoon privé bezig ben, merk ik het ook wel. Ja. Soms is dat wel leuk en soms ook niet. Zo. Dat ja, soms is het ook wel echt niet leuk. Maar nee, wanneer is het niet leuk dan? Als je met de familie bent of zo. En je bent gewoon, gaat halen. Boodschappen gaat halen. Gewoon de normale dingen. Moet je de hele tijd foto's maken. Maar ja, ik vind het niet erg eigenlijk. Okay. Het is een blessing. Nee, maar is ik kan me best voorstellen dat als je dat kiest tussen de volle en de halfvolle melk, dat je gewoon even je keuze moet maken. Dat je niet direct op de foto moet. En als je even een dagje chagrijnig bent. Ja. 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 Ja, zeker. En dan gaan jullie van elkaar, los van elkaar, onwijs lekker. Maar Jonah en Frenna, jullie zijn samen ook een gouden combinatie. Zo. Ja, zeker. Ja. Sinds New Wave al wel gewoon, kan ik wel echt met hem werken. Waarom is het zo fijn werken met Frenna, als ik jou moet vragen, Jonah? Ja, omdat we ook gewoon in ons dagelijks leven zijn we ook gewoon matties. Je toch, chillen we ook gewoon, spreken we af, facetimen. Het is gewoon een goede vibe. Zeker. En nou heerst die goede vibe sowieso in hiphopland, in de Nederlandse R&B. Het gaat onwijs lekker. Gisteravond nog Broederliefde die er vandoor ging met een MTV EMA voor Best Dutch Act. Echt. Leeft hier een strijd een beetje onderling? Zijn jullie een beetje tegen elkaar op aan het werken? Nee, zo van, die moet het volgende succes hebben? Dat er sowieso wel een gezonde concurrentie is. Sowieso heb ik dat zelfs met Frenna gewoon. Ik denk wel dat je wil sowieso wel de beste zijn in wat je bent. Maar je gunt elkaar ook gewoon het allerbeste. Sowieso. En Jonah, jouw EP gaat super lekker. Ik zei het net al even, vorige maand, een paar weken geleden, kwam die binnen op nummer 1 in de album top 100. Ja. Uno, hoe heb je het gevierd? Ja, ik heb het echt groots gevierd. Ik was hele weekend had ik optredens, was ik hele. Hij geloofde dronken. Niet toen ik zei dat het nummer 1 zou worden. Oh ja, hij zei het trouwens. Hij komt op nummer 1. Je gaat om nummer 1 binnenkomen. Voordat hij zegt, er komen allerlei mensen uit en die hebben nog nooit verloren. Ik zeg, broer, je kijkt te veel naar statistieken altijd, grafieken altijd. Maar lekker, uiteindelijk dus gelukt. En Frenna, brengt dat nou voor jou ook nog een extra druk met je mee aanstaande maandag, nu jij je eerste soloplaat gaat uitbrengen? Gezonde druk. Ik weet toch, Jonah, ik ben echt fan van hem. Hij is mijn vriend, zoals dat daar zei. Ja, is geen druk eigenlijk, maar dat is, is gewoon. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je zenuwachtig bent voor maandag. Ja, sowieso. Dat zegt iedereen wel. Maar ik ben niet zo zenuwachtig. Gezonde spanning? Nee, ook niet. Ja, ik kan niet wachten tot hij je dropt. Ik kan niet wachten. Waar komt dan de titel vandaan? Geen oog dicht gedaan? Geen oog dicht gedaan. Ja, alle harde werk die ik erin gestopt heb. En het was zo, zeg maar, dat ik soms gewoon tot 4 uur in de studio kan zijn. En dat ik bijvoorbeeld 11 uur of 10 uur weer wakker moet zijn om voor een interview en zo. Dus vandaar kwam die, zeg maar, Ja, Jonah, we gaan zo meteen nog even verder door op jouw EP. Maar eerst even dan jouw album die maandag uitkomt. Ja. 7 november. Ja. Ik kijk achterop dat album en ik zie daar ineens wat bijzonders staan. Ja. Namelijk Don Ellie. En toen heb ik even wat verder gezocht. Ja. Toen kwam ik erachter dat dit El Giro Elia is. Ja. Voetballer van Feyenoord. Ja. Laten we even luisteren wat er van hem op dat album staat. Ja. Waar is Ellie? Je weet toch? Don Ellie, papa. Je weet toch? Luister, ja. Luister. Ik zat zo na te denken, je weet toch, ik wil dat jullie hongerig blijven, je weet toch. Maar ja, als Frenna zijn nieuwe album platina gaat en in de top 5 komt van de Nederlandse chart, krijgt iedereen een Rolex van mij. Beloofd. En je weet, ik kom, nee, niet jullie moeten niet denken gouden Rolex, dit, dat, bla, 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 met diamanten, shit. Submarine, gewoon met je eigen naam erin. Beloofd. Ja? Beloofd. Ja, hij staat op het album als Don Ellie, maar dus El Giro Elia, voetballer van Feyenoord. Hoe komt dit zo ineens in stand? Hij is gewoon. Kijk, weet je, het is. Jullie kennen hem als El Giro Elia, maar hij is gewoon echt ook gewoon net als John. Hij is ook gewoon echt een goede vriend, weet je? Ja. En ja, soms vergeet ik zelfs dat hij echt El Giro Elia is, omdat ik gewoon zo met hem ben. En ja, hij zei, ja, dit. Eén dag werd hij wakker, zei hij van: hé, broer. Je toch, ik heb echt goed gevoel over je album en zo. En ik vind het echt tof, want ik laat hem ook soms dingen horen, weet je? En hij is al supporter sinds dag 1. En dat is gewoon echt letterlijk sinds dag 1, hè. Ja, wat tof. Ik,
hey, sinds de eerste track gewoon gelijk support. Maar is hij een beetje man van zijn woord? Stel je gaat platina, komt ja, in de top 5. Dan heb je je hele arm vol zitten met Rolexen straks. Ja, hij is wel echt een man van zijn woord. En hij gaat ook. Als dat echt gebeurt, dan gaat hij het ook. Dat is een hele goede vriend dan. Help Frenna aan een horloge deze kerst. mannen, ja, ik zei net al, Jonna, we gaan zo meteen even verder met jou praten over jouw EP. Maar eerst wil ik jullie uitnodigen om een track te gaan doen die keihard is gegaan. Die ook maar weer bewijst dat die combi van jullie ook goud is. My Love. Hier live in de studio. Je kunt meekijken. slam.nl/live. En natuurlijk mee blijven luisteren. Jonna Fraser en Frenna in de studio. En My Love live. Kom aan in Mercedes. Ik kom. Ik kom aan in Mercedes. Wil jij my love? My love, my love. Hey, ik zeg jou hoe het is. Jij was mijn diepe chick. Ik was jouw vieze ding. Jij was mijn baby. Heb mijn geschiedenis. Ik ben geen goeie ding. Come again, maar dat maakt niet uit alsnog. Wil jij my love, my love, my love. My love, my love, my love. Wil jij my love, my love, my love. Hey, my love. Ik ben nu famous, hey. Kijk naar de charts. Shows in Suriname, yeah. Ben van de kaart. Maar nog steeds ben ik mezelf bij jou. Jij hebt mijn hart, maar ik moet bewegen, hey. Ik ben een kar. Come on, come on, come on, come on. Ik kan niet klagen, elke dag is mijn birthday. De situatie waarom jouw bitch lukt, hey. En ze blijft shaken als een earthquake. Weer een nieuwe hit als ik de first day. Je doet het al lang voor mij, allang. Dus doe niet te lang met mij, allang. Weet dat je verlangt naar mij, yeah. Je hebt nog geen kans met mij, yeah, yeah. My love, my love, hey, hey. My love, my love, my love. Yeah, yeah, my love, my love, my love. Hey, my love, my love, my love. Schatje, ik ben menens. Ik kan niet spelen. Ik heb mijn problemen, maar dat hebben velen. Oh yeah. Ik kom aan in Mercedes. Plaza door aan in de ledes. Ik kan niet vallen voor de woesjoen, maar iedereen is verleden, hey. Ik weet, jij kan me niet laten. Ik wil er geen gebruik van maken. Mijn les make-up nu wat je huid kan dragen. Het voelt alsof je niet meer thuis kan slapen, eh. Je doet high-key. Bij elke vis doe je extra als je mij ziet. Je moet je wel kunnen gedragen als een wifi. Je weet niet wat dat is meer. Ik zie je begrijp niet, dus ik zeg jou hoe het is. Jij was mijn diepe chick. Ik was jouw vieze ding. Jij was mijn baby. Mijn geschiedenis. Ik ben geen goeie ding. Come again. Maar dat maakt niet uit. Als nog wil jij my love. My love, my love. Hey, hey. My love, my love, my love. Ja! Het zijn de mannen Jonna Fraser, Frenna live hier in de studio. En ondertussen nog steeds Jonna Fraser, Frenna hier in de studio. Net hoorde je al My Love live en hadden we het even over het album van Frenna. Wat maandag uitkomt, 7 november. En nou hoorde ik in de wandelgangen dat dat ook nog een bepaalde reden heeft. Want het is volgens mij normaal logischer om op vrijdag nieuwe muziek uit te brengen, maar... Ja, dat heeft te maken met het getal 7. Ik ben, ik geloof gewoon een getal 7, man. 7. Oh, echt? Dus jij had echt zoiets van, ja, het moet gewoon op een 7 uitkomen. Nee, ja, kijk, mijn album heeft geen oog dicht gedaan. En zeg maar, de afkorting daarvan is God. Ja. Een getal van God is 777. En nu doe ik alles met de 7. En ik kwam ook met My Love in de charts binnen op 7. My Love had ook een milli geraakt binnen 7 dagen. Ik rijd in een Golf 7. Ik heb een iPhone 7. Je hebt 7 miljoen op de bank. Ja. Ah, jongen, dat ik dat niet kan zeggen. Maar het gaat wel lekker met die 7's. Lekker, nou, dat gaat vast goed komen dan een maandag. Ik zat trouwens ook net even te denken. Ja. Jonna Fraser, Frenna, gouden combinatie. Ja. Mag ik zeggen, soort nieuwe Lil Kleine Ronnie Flex? Zo! Dat wil ik niet zeggen, want daar plaatsen we onszelf niet in. Ja, daar plaatsen we. We hebben een hele andere weg. Het is die driehoek, hè? M soort ook hierbij. M soort eigenlijk ook ja, erbij. Okay. Ems sowieso. Big shout out aan mijn big bro, ja, Ems. Toch, ik neem aan dat dit niet de laatste samenwerking is. Sowieso nee, niet zo. We hebben nog, op mijn album hebben we nog een gekke track op staan. Die heet Amma Way. Ja. En die betekent ook echt wel heel veel voor mij. Die hey, en Jonna, jouw EP die kwam dus op nummer 1 binnen in die album top 100. We hebben het net al even over gehad.
En dan heb je zoveel succes. Het gaat zo lekker. En dan zit ik op je socials te kijken. En ik zie nergens gouden kettingen. Ik zie nergens gepocht met geld. Ik zie eigenlijk een heel ingetogen iemand. En ik las ook in een interview. Dat je eigenlijk heel goed met geld omgaat. En zo netjes mogelijk probeert. Jonah is wel die guy van ons. Van die driehoek. Ja? Is hij wel de verstandigste met geld, zeg maar. Ja, echt? Ja, jij bent ook verstandig met geld. Ja, maar kijk broer. Ja, ik ben ook verstandig met geld, maar ik hou ook van kettingen en ik hou er wel van. Ja, ik zeg je eerlijk, ik hou sowieso ook wel van een ketting. Gaat ook sowieso wel komen, maar er stond van, ik hou niet van pronken met dingen. Dat is sowieso niet zo, maar sowieso wel flexen ga ik wel, ja. Hij gaat wel flexen op iedereen. Ik ga wel wat leuks met mijn geld doen, maar sowieso altijd bescheiden. Nou ja, en het is je gegund natuurlijk ook. Ja, toch? Wat je ook gegund is die solo show in de motherfucking Melkweg binnenkort. Ja, zeker. Jeetje, ja, 3 dagen, mini-tour. De kaartjes gaan goed. Ze zijn nog wel beschikbaar. Nijmegen is wel uitverkocht. Ja. En nu zijn Den Haag en Amsterdam zijn nog over. Houdt dat je heel lang bezig, zo'n solo-tour? Ben je daar heel veel mee bezig in je hoofd? En hoe je het gaat aankleden? Ja, deze dagen werken we wel echt eraan. Ja. En ja. Ik vind het ook spannend hoor, zeker. Het is mijn eerste solo set eigenlijk echt voor mij. Waarvoor mensen echt van mij komen en niet in een club staan of op een festival. Welk poppodium is dan je droom? Want je komt volgens mij uit de buurt van Amsterdam. Dan sta je in de Melkweg. Dat is al best wel een dingetje. Ja. En heb je zoiets van, oké, ik wil binnen 3 jaar wil ik een keer de Ziggo Dome doen in mijn eentje of zoiets? Dat heb ik niet echt zozeer. Daar heb ik ook niet echt over nagedacht. Maar ik zou het wel leuk vinden als ik gewoon een solo show kan geven in de Paradiso. Sowieso. Ja. En Ziggo zou ook was. Ja, dat is wel een grote droom dan. Maar dat zou ook wel leuk zijn, zeker. Nou ga ik een heel cliché vraag stellen. En ook eentje die heel moeilijk is. Maar waar zien we Jonah Fraser en Frenna over 5 jaar? Laten we beginnen met jou, Jonah. Want je hebt nu een heel lekker jaar achter de rug. Ja, waar zie je mij over 5 jaar? Wat staat er op? Ben ik sowieso nog steeds in de game. En heb ik mijn eigen label. Tof. Heb ik artiesten onder mij en heb ik een huis in het buitenland. En zitten we gewoon allemaal goed, iedereen die om me heen ziet. Lekker. Frenna? Ja, daar zit ik weer nog steeds. Is het dan gelukt met die 7 miljoen, denk je? Ja, ik denk dat wel. En natuurlijk ook met die gouden horloge om je pols, die ja, Rolex. Ik denk dat ook, ja. Ja, ik denk dat ook. Nee, top. Mannen, mag ik jullie uitnodigen om Ik Kom Bij Je live te gaan doen, track die jullie ook samen gedaan hebben. Live hier in de studio, Jonah Fraser, Frenna, kijk mee, slam.nl/live. En laat weten hoe lekker je gaat, sms je naar 6363 of via de Slam-app. Ik kom bij je. Jij neemt veel te lang de tijd. Lachend aan mij was jij bij mij. Ik zie het, jij bent goed voorbereid. Maar wat voor jou geldt, geldt ook voor mij. Voor mij. Voor mij. Voor mij. Voor mij. Hey. Voor mij, yeah, yeah. Hey. Voor mij, voor mij, voor mij, voor mij. Let's go. Jij houdt je in, maar ik wil dat je loslaat. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Jij houdt je in, maar ik wil dat je loslaat. Oh yeah, yeah, yeah. Hey, hey, hey. Je kan me willen van mij. Alles wordt gefixt, my girl. Ik word niet gedist, my girl. Want ik ben nu lid, my girl. Ik kom poelen met de oude bak. Maar je ziet me met de baddest bitch. Je ziet, ik heb het echt gefixt. Hey. Zeg maar wie je zegt als ik. Schat, je moet me laten weten. Ik laat alleen met daden spreken. Je gaat schrikken van mijn vaardigheden. Vaardigheden. Je weet niet eens hoe laat het is. Maar het is tijd voor jou en mij. Yeah. Jij houdt je in, maar ik wil dat je loslaat. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Jij houdt je in, maar ik wil dat je loslaat. Oh yeah, yeah, yeah. Hey, oh yeah. Je kan me willen vermijden. Hey, maar ik kom bij. Hey. Je kan me willen vermijden. Hey, maar ik
In de middag draag ik Nike's. In de avond ben ik icy. Young pricey, oh I think she like me. Maar ik kan haar laten voelen als een wifey. I might be in love in the VI. Sour van mijn horen, want ze ziet mij. Yeah. Jij neemt veel te lang En ik ben bescheiden, want ze ziet mij. Maar ik flex zo hard, ik krijg spies bij. Fluis het op, wat van emoties. Maar ik kom me nu bevrijden, dat is Je kan me niet verleiden, dat is niet mij. Dus wil je mij niet verleiden, ook heb je niet mijn guest. Yeah. Jij houdt je in, maar ik wil dat je loslaat. Jij houdt je in, voor de allerlaatste keer, voor die mensen daar thuis. Iedereen, let's go. 1, 3, 2, 1. Je kan me willen vermijden, maar ik kom bij je. Je kan me willen vermijden, maar ik kom bij je. Ik kom met je verdwijnen, laat je verleiden. Je kan me willen vermijden. Ja, groot applaus voor Jonah Fraser en Freda! Wat is het ook een feest om jullie te zien optreden, maar echt. Thanks. Een feest om te horen en om te zien. Jonah Fraser, Frenna hier in de studio. Misschien moet je in 1 van de 3 dagen komen, hè? December. Ja. Oh, nou, dat lijkt me een goed punt. Ja hoor. Ja, dat lijkt me een heel goed plan. En Frenna, mag ik jou een onwijs fijne maandag toe gaan wensen? Ja. Want die komt eraan, jouw soloplaat. Geen oog dicht gedaan. Geen oog. We gaan hem in de gaten houden. Yes, thank you. En ik vond het gezellig dat jullie er waren. Thanks. Yes, thank you. Tot een volgende keer. Yes, love. Yo. Bij Igmar.